was de grote onthulling van de EA Play persconferentie. Niet omdat er zo weinig ander interessants nieuws daar getoond werd. Maar nee, het was gewoon een vervolg op Unravel wat gewoon 1 onthuld werd. En toen 2 meteen uitkwam. Dus wij zaten hier met z'n allen nieuws te coveren. GNHQ, ramvol met redactie. Wie flipt er compleet uit zijn hoofd? Het was onze Amador, want die was iets van ik ga meteen aan de slag met die game. Amador, Unravel. Kort na het eerste Unravel krijgen we ineens een Unravel 2. Wat doen ze allemaal nieuw? Ja, nou ten eerste was het inderdaad echt heel verrassend dat ze het in één keer uitbrachten. Het heeft ook maar een paar seconden geduurd voordat ik hem gedownload had. Slim. Dus, je weet maar nooit wanneer die op is natuurlijk, dus je moet er op tijd bij zijn. Precies. En ze het belangrijkste, ze hebben co-op toegevoegd. Ja, dat zagen we toen dus ook al op die EA Play persconferentie tijdens de E3, of net voor de E3 dan eigenlijk. Is dus dat je dus met Yarny nu ook een soort van vrouwelijke Yarny, female Yarny? Nee, het is gewoon een andere Yarny. Het is een vriendje. Allemaal Yarny's. Ja, ze heten dus blijkbaar allemaal Yarny's. Dit is een universum waarin meerdere van die Yarny's zijn. Die is standaard dan blauw, terwijl jij dan de rode bent. Ja, maar dat kan je aanpassen. Ja, dat kun je dus. Maar goed, sowieso, dat zijn de twee vaste kleuren. Dat aanpassen kan dan later misschien wel. Maar dat is dus een game die je dan met z'n tweeën ineens gaat spelen. Ja, het is wederom een mooi verhaal. Want Unravel 1 was echt een emotionele achtbaan. Ik heb ook gejankt als een klein kind, ik geef het eerlijk toe. Er werd niks in gezegd, maar het was toch janken. Ja, het was echt janken. Het was echt gewoon een heel mooi gevoelig verhaal. Dat is bij 2 een beetje losgelaten. Het is nog steeds wel een leuk verhaal. Ze hebben het goed uitgebeeld, ook met levels en met de achtergrond en zo. Ja, het gebeurt vooral op de achtergrond. Ja. Jij hebt op de voorgrond heb je eigenlijk je eigen avontuurtje, maar daarmee help jij het verhaal op de achtergrond. Ja, precies. Als jij een bepaald dingetje doet, dan zie je op de achtergrond de personen waar het om gaat. Die kunnen dan ook weer verder. Het is een leuk verhaaltje, maar ze hebben zich vooral geconcentreerd op de gameplay. En die is aanzienlijk verbeterd. Die is echt een heel stuk soepeler. En de co-op werkt ook heel lekker in je eentje. Dat is heel grappig. Ja, want dat is dus zo'n raar ding. Toen mensen zagen van, dit is een co-op game. Toen dan zoiets van, oh, maar ik heb misschien wel helemaal niet iemand een significant other of zo om dit mee te spelen. Maar je kunt dus beide Yarnies zelf besturen. Ja, en het werkt ook echt ontzettend goed. Je hebt gewoon de normale stukken waar je in principe in je eentje gewoon kan lopen. Kun je ervoor kiezen dat je één van de twee Yarnies op je rug doet. En dat je dan als één Yarny, hij wikkelt zich helemaal in, dus als je de blauwe hebt, dan zie je die rode strepen er doorheen. Oh wauw, bonding man, dat ze, ja precies, dat ze echt in elkaar gaan. En dan als je uiteindelijk een puzzelstukje hebt, waar je iemand ergens naartoe moet slingeren of bepaalde dingen moet doen met z'n tweeën, kan je ze weer uit elkaar halen en dan kan je ze één voor één besturen door gewoon driehoekje in te drukken. Ik heb op PlayStation gespeeld, driehoekje indrukken. Wissel je van character. Een beetje à la de Lego games, hoe die ook met co-op af en toe werken. Ja, precies. Ja, dat je dan dat wisselen kan doen. Van, oh, ik heb nu jouw kracht nodig of we moeten of samen iets doen. Ja, precies. Ja. En dan kan je ook van tevoren een knop indrukken en dan wisselen. Bijvoorbeeld, iemand moet bovenaan een cliff staan om de andere te laten afzeilen, zeg maar. Ja. Hou je R2 ingedrukt in, doe je driehoekje en dan blijft hij zo staan. En dan ga je met de andere afzeilen. Is wel ontiegelijk lief. En ik denk dat ook wel een beetje het sterkste punt van Unravel is. Dat het heel erg koddig is, maar dan tegelijkertijd. Jij zegt die gameplay staat nu in een grotere spotlight. Hoe zit dat daarmee? Want ik vond bij Unravel 1, het was mooi, het was uniek. Maar de puzzeltjes die je zeg maar op moest lossen waren nog vrij basic. Is dat nu allemaal iets beter uitgewerkt? Is er nu meer moeilijkheid? Zowel de puzzels als de echte grote gameplay, het springen, de parcoursjes en zo, dat echt het platformen. Hebben ze allebei positief veranderd. Het platformen is wat uitdagender geworden, wat sneller. Yarny heeft ook wat meer krachten vergeleken met 1. Hij kan ook wel jumpen en hij kan ook veel verder springen. En met het slingeren van van je partner af. Zit er iets meer snelheid in dan sowieso? Er zit iets meer snelheid en wat echt meer puur platformen in dan in 1. 1 was vooral een emotionele achtbaan waar platformen een beetje een bijzaak is. Ik vind het ook wel weer leuk dat je achtbaan zegt, wel, weet je, het was een beetje eigenlijk gewoon wandelen en dan af en toe een puzzeltje oplossen. Ja, klopt, maar qua emoties dat was echt gewoon echt heel erg heftig. En gameplay was een beetje het ondergeschoven kindje en nu is het precies andersom. Ja, dus nu is het een gameplay technische achtbaan en een emotioneel iets oppervlakkiger verhaal. Ja, maar nog steeds wel heel erg leuk. Oké, dat snap ik wel. En puzzle-wise is het ook heel tof, want ze proberen je wel steeds meer uit te dagen. Elke level heeft een bepaalde sfeer om zich heen. Je komt in een fabriek waar ijzer wordt gesmolten. Je komt er mooi in de mooie wilde prairies en zo loop je een level en dat soort dingen. En het is heel mooi divers en ze hebben allemaal ook hun eigen uitdaging. Op een gegeven moment, weet ik nog heel goed, een van die levels dat je in een fabriek zit, heb je echt bijna een soort van Mission Impossible-achtige ding. Dat een van je Yarnies bovenin blijft, het dus zo
het afzeilen moet besturen. En de andere die moet zeg maar zakken langs bepaalde pinnen en vuur en zo. Het zijn en net de lasers van Tom Cruise. Precies, het is dat soort dingen. En zo word je elke keer scherp gehouden. En het is of je hebt een hele grote krater waar je overheen moet. En dan moet je echt slingerend naar elkaar. Dus de ene land, die andere moet er meteen achteraan. Ja, leuk. En dat is met co-op werkt dat vooral heel erg leuk. Ja, ik denk dat dat ook wel de kracht erin is. Dus dat je dit dus volledig in je eentje kan spelen. Maar ook dus met ja, iemand. Ja, en allebei werkt het echt heel lekker. Anders met co-op natuurlijk wel wat gezelliger. Ja, dat kan me wel voorstellen. Biertje erbij en laten we lekker gaan breien. Ja, precies. Maar hoe lang houdt dit je bezig? Want dat is vooral belangrijk. Unravel was natuurlijk, de eerste Unravel was mooi, maar kort maar krachtig zou ik ja, zeggen. Ja, het was voor mij een uurtje of 3-4 was je ongeveer kwijt. Hoeveel uurtjes ben je kwijt aan Unravel 2? Nou, het verhaal zelf zou ongeveer ook die 3-4 uur zijn. Ja. Maar ze hebben ook challenge levels toegevoegd. Als je want je hebt 7 best wel lange verhaal levels. En als je die gehaald hebt, dan unlock je bepaalde challenge levels die eraan vastzitten. En daarmee kan je Yarnies vrijspelen. Dus je krijgt wel echt een hele leuke uitdaging van, oké, dit level is misschien moeilijk, maar je krijgt wel... De groene Yarnie. Ja, of een roze meisjes Yarnie met een hartjesvorm bijvoorbeeld, okay, en dat soort dingen. Super cool. En je kan dat dus ook gewoon aanpassen. Je kan de appearance helemaal aanpassen van je Yarnie. Ja, want de Yarnies ook... zelf hebben niet echt een eigen narratief of zo. Die kun je gewoon wel wisselen, want het is kleur en een vorm. Ja, precies. Eigenlijk. Dus je kan het hoofd, de ogen, de torso ook even veranderen. Je kan echt 25 verschillende kleuren heb je. Leuk. En dan kan ze allebei kan je ze gewoon customizen. En je krijgt meer customization options als je meer van die challenge levels haalt. Ja, ik zit nu te denken, als ze allemaal verschillende Yarnies hebben die je kan customizen, wanneer komt de Yarnie Royale? Gewoon 100 Yarnies die op één eiland in neerstort. Te burgen. Ja, precies. Ik wil dit. EA, Coldwood, maak dit, make it happen. Ja. Oké, Unravel 2, het was toen meteen verschenen aan de hand van de EA Play persconferentie. Jij zegt, is sterk. Hoe duur is hij en waar kan ik hem allemaal op krijgen? Hij is net als de eerste €20 en ik vind het oprecht echt een koopje. Want het is wel echt een kwalitatief hele goeie. Kijk, de hype is er natuurlijk niet omdat het direct is uitgekomen. Ja, dat vond ik dus ook. Dat als het er al meteen is, dan kun je niet echt de hype op laten borrelen. En ik had er ook een beetje, ik kreeg een beetje het gevoel van, ja, is het niet gerust om het op die dag af te kunnen krijgen? Maar het is helemaal polished. Het is een prachtige game. Op de PlayStation 4 is het, ik heb hem op de PlayStation 4 gespeeld en het ziet er zo ontiegelijk mooi uit. Je kan hem ook op de PC en op de Xbox One spelen. Switch? Nee, dat vind ik echt een gemiste kans. Ja, maar dat lijkt wel een volgende logische stap voor hun om dit ook naar de Switch te brengen. Vooral weet je al, omdat je al notabene een rode en een blauwe Joy-Con controller hebt standaard. Yarnies, kom op, daar kun je makkelijk iets mee. Het is een gemiste kans. Ja. EA of Coldwood heeft ook aangegeven dat als ze dat zouden doen, dat de game waarschijnlijk pas een half jaar later uit zou komen. Nou oké, dan hopen we daar nog op. Dus misschien dat ze het nog gaan doen. Het is inderdaad een gemiste kans, want het zijn gewoon leuke hapsnap leveltjes die je in 20 minuten uit kan spelen. En in de trein is dat perfect bijvoorbeeld. Je zet hem op zijn desktop stand of zijn tabletop stand en dan gewoon, hey, jij een Joy-Con, ik een Joy-Con, let's go. Precies, dat is wel een gemiste kans, maar voor de rest is er weinig slechts om op te merken. Het is gewoon echt weer een hele, hele toffe game en ik ben gewoon nog steeds fan ervan. Mooi, Unravel 3 en Yarnie Royale, kom maar door. Ja. En dan inderdaad die Switch-versie nog, dan zijn we helemaal goed. Wil je meer weten over Unravel 2? Amador heeft al een heel uitgebreide geschreven review geschreven. Dus kun je gewoon lekker nalezen wat hij allemaal tof vond, wat hij niet tof vond. In ieder geval bedankt Amador voor het aanschuiven. Yes, bedankt voor het behandelen van Unravel 2. We zijn weer een goede indie rijker. We hebben denk ik wel één titel van Soraya weggestild voor haar programma dan. Sorry. Maar, okay. Ja, sorry, maar het moest gedaan worden. Ja, precies. En hij heeft ook al die gebreide vibe, weet je wel. Dat, ja, precies. Anyway, ik hoop dat je genoten hebt van de video. Tot snel op gamers.nl. Wil je meer weten over Unravel, kun je natuurlijk altijd gewoon doorklikken. En dan ben je er meteen. Doei. Ja, mooi. Doe Yarnie Royale echt. Dat lijkt me zo. Allemaal burger. Allemaal, ja, precies.